Van mij als dyslect naar iemand die dus uh, taal heel belangrijk vindt als je met een dyslect te maken hebt. De meesten willen echt geen fouten maken, maar ze maken ze nou eenmaal. Voor de mensen die zeggen van ja, maar dat is slecht, want dan ga je het niet meer leren. Ik leer juist van JTPT veel meer dan dat ik uh, ooit heb geleerd van een Nederlands docent. Heb jij de officiële diagnose? Ja, nou, leuk dat je het vraagt inderdaad. Ja, is dat een diagnose? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, okay, dus hoe kwamen ze erachter? Oké, okay, nou, daar moet ik voor heel veel jaartjes terug. Toen ik in groep 5, denk ik, zat. Oké. Okay. Ja, dus ik had een beetje een achterstand met leren. Dat had ook wel een beetje te maken met de angsten die ik toen had. Mm -hmm. Maar ook omdat ik dyslectisch was, wisten ze toen nog niet. Maar mijn ma had wel door vermoeden. Mijn vader was ook dyslectisch. Hij was nooit gediagnosticeerd. Maar was wel duidelijk. Waarin had je een achterstand dan? Taal. taal. Of nee, dan vooral taal. taal. Ja, ja, want wiskunde en uh, rekenen was ik wel goed in. Daar okay. Was ik altijd wel bij. Maar uh, vooral taal. Nou, ik kwam niet helemaal mee met, uh, met, met lessen. En ze wilden geen op school wilden ze geen dyslexietest afnemen, want dat is best duur. Dus mijn ouders hebben dat toen zelf betaald. Toen is naar nou een onafhankelijke specialist gegaan. En Daar heb ik dus een test moeten doen. Maar als je dit luistert, ik heb het al eens vaker volgens mij, ik heb het ook in mijn boek volgens mij verteld, maar ik heb die test niet helemaal eerlijk ingevuld. Want ik dacht, als ik deze verkeerd invul, mag ik misschien naar een andere school. Dat vond ik wel leuk. Maar je wilde heel graag van die school af. Nou, ik hoefde niet per se heel erg graag van die school af. Maar ik vond het wel leuk om naar een andere school toe te gaan. Maar had je geen vriendjes en vriendinnetjes daar? Ja, nooit niet zoveel. Ik heb nooit zo heel veel vrienden en vriendinnen gehad. Ik had gewoon wel wat mensen waar ik mee omging. Maar okay. niet heel extreem of zo. Voelde me denk ik toen wel ook een klein beetje erbuiten staan. Omdat ik toen best wel angstig was. Dus ook veel zat te janken in de klas en zo. Oh ja. Ik wilde niet zo graag naar school. Werd nee. je dan geplaagd? Ja, volgens mij wel. Maar ik ben niet. ja, Ik werd moederskindje genoemd, mijn moeder wil me vaker kon ophalen daardoor. Oh, yeah. uh, maar echt plaag. Ja, het zal wel gebeurd zijn, maar ik ben best wel, ik heb altijd een grote mond gehad, dus het was niet zo heel moeilijk voor mij. Of tenminste, ik, ik trok het mezelf niet zoveel aan. Misschien moet ik het, kan ik het reetje zo goed. zeggen. Ja. Dus um, ja, uiteindelijk. Um, hebben ze toen die test laten doen? Dat was volgens mij um, ergens in de Ambacht, of weet ik veel. zo. Okay. Ergens ik kan me nog herinneren dat het ergens daar in de buurt was, volgens mij. Het was bij een man en ik moest dus uh, allemaal testjes doen allemaal papier en zo. En uh, ja, uiteindelijk kwam het eruit dat ik best wel dyslectisch was. Ik denk dat best het. Dus, wel ja best wel zwaar was ja volgens mm. mij wel maar ik heb die ik heb die moet eerlijk zeggen dat ik die test nooit meer gezien heb die papieren nee heb ik, heb ik je denk dat mijn vader die die ergens, nee die heeft oh, okay. die, ja, sowieso die ik denk dat ze in één la liggen waar altijd alles in verdween. ja daar ligt het waarschijnlijk nog steeds maar, ja, ik weet het niet eens. Ik weet dat je daar allemaal nog tegen Ja, foto's alleen kinderfoto's als je allemaal op getest hebben nou ja als uh... ja je ouders waren niet zo van testen nee, helemaal toch? niet nee hoor nee maar maar, maar, maar ik, ik had wel een achterstand op school oh ja, het was ik had een achterstand op school en toen kreeg ik bijles en die vrouw die zei van nu moet je het wel weten. Na nou, drie keer dat ik het vroeg, ik snap oh, het oké, gewoon niet. Ja. Oké, nu moet ik het weten. Ja, inderdaad, een kind van fucking, wat was ik acht, negen. Ik weet het ja, niet. Maar dan zoiets. denken ze dat je het toch om doet of zo. Ja, misschien. maar ja, ik snapte het gewoon niet. Ja, mm -hmm. dat kan toch. Uh, nu moest ik het weten. Ja, dat had ik toen tegen mijn moeder verteld. Nou, mijn moeder was een 5. Als je de vorige podcast hebt geluisterd, mijn moeder leeft niet meer, maar mijn moeder was wel. Een, je moest niet, niet niks met de kinderen. Mm -hmm. als, er, als je iets met de kinderen, dan ging ze er wel op hoge poten erop af. Jouw moeder trouwens ook, volgens mij. Ja, ja. Ja, nou goed. Dus mijn moeder tegen te zeggen van... Ja, dat was te verachtelijk. Toen heeft, me, toen heeft mijn moeder volgens mij besloten ook van... We gaan een test doen. Daar kwam dus inderdaad uit dat ik wel echt dyslectisch was. Ben. Toen ben ik naar speciaal onderwijs gegaan. Mm -hmm. toen, dat doe je ook niet zomaar, toch? Dat mocht toen... Nou, eigenlijk mocht dat helemaal niet meer. Vooral alleen een beetje dyslectie. Oh. Uh, maar mijn moeder was... Uh, die, ja, die kende... Mijn buurman kende mensen binnen die school. En... Uh, mijn, in mijn klas zat een jongen en die, de, zijn vader, was de di directeur van die okay. school. Dus en die kende mijn moeder ook een beetje. Dus ik denk dat, het dat, dat ze het gewoon geprobeerd hebben. Heb, ja, en, heeft. En toen en ben en ik... aangezien ze niet mee wilden werken bij die andere school. Nee, misschien dus, ook wat meer. Uh, ja, ze hadden toen een om op te staan. Ja, want nu, ik ben een jaren later wel eens een keer naar de school teruggegaan om een afstudeerfilm te maken. En Toen heb ik ook wel eens tegen een docent gezegd dat ik van die school af ben gegaan omdat inderdaad ik een leerachterstand had. Toen zei ze van, nou, dat had echt nooit gemogen. Ik ben toen dus naar speciaal onderwijs gegaan. Dan heb ik een tijd van mijn leven gehad, want ik was... <laughs> nou ja, hoe moet ik dat vriendelijk omschrijven? Die, uh, mensen die op speciaal onderwijs zitten, sommigen die... Ja, volgens mij is het een verzameling van allerlei soorten... Ja, maar er waren, ze waren niet allemaal... De, 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 mensen. Ik, ja, ik wil... Oh God, je mag in 2024 nooit meer wat zeggen, maar ik wil zeggen, sommigen waren wat dommer, maar ja, dat mag je niet zeggen, dus dat heb ik niet gezegd. Uh, nee, maar het is meer uh, leerachterstand uh, veel ja, wel vaak. en um, ja problemen thuis mm -hmm. of, uh, in ieder geval ik eigenlijk binnen twee maanden was ik weer bij met drie maanden dat ik daar zat was ik weer bij met wat de normale basisschool was. Ardig snel dus. Ja, ik liep echt. Een een jaar achter of zo. Twee jaar achter of zoiets. Maar binnen een paar maanden was het gewoon wow, helemaal ingelopen. Echt? Ja, want ik, nou kijk, ik denk dat het gewoon wel was... dat ik toen op die school niet heel erg lekker in mijn vel zat. Dat hele Oliver-gebeuren was aan de gang geweest. Mm. Ik ben naar een nieuwe school gegaan... waar ze veel meer tijd namen voor kinderen. Waar je ook veel meer wat kind mocht zijn. Want we, we hadden op vrijdagmiddag uh, hadden we ook gewoon vrij spelen. Even spelen tussen ja. aanstekers. Dan gingen we slagbal doen of weet ik wat buiten. Want we hadden een hele grote binnenplein. Mm -hmm. uh, de docenten waren wel... Streng, maar waren wel anders dan op de andere lage, ja, lagere eer, school. Meer getraind, denk ik, daarin. Ja, en we hadden gewoon. Er was altijd wel wat te beleven in die klas. En je zat niet alleen maar. Zo in, in schoolbanken, en dat was het. Je, je kreeg ook speciale taken om te doen en ook best wel praktijkgericht en zo ook soms. liet je je meer, meer doen waar je goed in was? Misschien ook. Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat ik me daar wat meer op mijn gemak voelde. Vooral. Ja, hoe, trouwens, even tussendoor hè. Mm. Hoe kan het eigenlijk dat ze een jaar achterstand? Als je rekening houdt met dat jij waarschijnlijk heel angstig was, mm. zo'n ervaring met, met Oliver. Mm. Ja, dat was denk ik, niet echter de, dat was niet nee, helemaal okay, de reden nee oké maar als je bedenkt dat je waarschijnlijk niet een jaar achterliep maar dat je gewoon slechter presteerde omdat je dus er minder bij kon met je hoofd dat je met andere dingen bezig was ja waarschijnlijk wel maar ja, ja anders hou je een jaar schat, dit een H8, is 98 van ja, ja die ja. hou je niet in met een maand of zo nee dat was ook wel raar toen was, is er ook nog wat besproken met mama en mijn ouders met die uh, de docent en de directeur die zeiden van ja, moeten we dan weer maar terug naar die school doen? Want mm. Toen zei mijn ma van nee, doe maar niet, want voor mij vindt hij het hier wel leuk. Ja, en, dus, en ik zat toch in die klas, dus mm, ja, ja, weet je, dan ga je iemand na twee of drie maanden ga je hem weer overzetten. Voor mij was het na vier maanden. Ja, dat is wel ingrijpend, dan had je waarschijnlijk al alweer slechter gepresteerd. Ja, dus um, nou, ik moet zeggen, die laatste twee jaar, want ik heb vanaf groep zeven zat ik op die school. En toen heb ik het echt naar mijn zin gehad, dat was echt een leuke tijd. Uh, en dan heb ik ook niet zo heel veel doorgehad dat ik dus inderdaad achterliep met mijn taal. En dat, dat deed ik dus op een gegeven moment ook niet echt meer. Niet zo, niet zo erg als wat het eerst was. Waar mm -hmm. ik best weer pas besefte dat ik inderdaad dyslexisch was, als pas op de middelbare school. Komt er weer andere stof bij kijken? Ja, dus ik ging naar de middelbare school en ging in een ander dorp uh, in Baandrecht naar school. En uh, mijn mentor was ook tevens gelijk een Nederlands docent. Maar die vent, die was nogal een neurot. Uh, alles moest wel netjes aan de docenten. Ja, dat ja. moest echt allemaal netjes. <laughs> even een voorbeeld om te beschrijven. En dat is iets wat ik altijd met mijn vrienden ook al zei. Wat een rare vent. Dan lag er iets op de, op de grond. Dan had iemand iets gemorst of zo. Dan, moed, dan, dan stopte hij alles. Dan pakte hij zijn wc-rol. Had altijd een wc-rol op de dinges. Dan deed hij zo even zo. Uh, ja, ja. ja, van de wc-rol ja. een hele grote stuk af. En dan ging hij netjes staan oppoetsen. Denk van wie doet dat in godsnaam? Ja, een uh... bijzondere vent. <laughs> ja. zijn, zijn snor was ook altijd heel netjes uh, ge geknipt. Als okay. zijn haar was altijd precies, zoals alsof hij nooit naar de kapper ging. Alsof hij gewoon zo. Uh, automatisch ja. en zijn maar elke dag precies hetzelfde ja. wat eruit zag ik denk nu achteraf gezien van hoe die deed en dat soort dingen ik mag het niet zeggen maar het zou mm -hmm. wel op het spectrum ja hebben ja zitten. dat is ook het eerste wat ik dacht ja. toen je dat op ja dat, ze dat, me dat was een rare ik vond het een rare vent hij was wel vriendelijk was wel aardig maar hij kon er niet goed tegen als je niet goed Nederlands kon dat was jammer want ik kon geen <laughs> goed Nederlands dus hetgene wat ik uh, kreeg is iedereen mocht vrij zijn keuze maken waar hij kon zitten maar omdat hij wist dat ik dyslectisch was moest ik vooraan de klas gaan zitten alleen in een hoek oh echt wazig ja, zielig? ja. ja. Ik zat altijd vooraan zo. Ik deed ik was niet eens om ik, ik was niet druk of iets zo aan het doen. Ik moest alleen zitten. Ik mocht niet mm -hmm. bij iemand anders zitten. Raar hè? Ja, ik weet ja, het Na één tafel zat er niemand en daarna oh, zat Oh, jij iemand... wel echt geklepperd. Dus. Ja, dat viel wel mee hoor. Ja, ja de eerste weken. Oh, ik alleen maar. oh zo. ja, ja, dat is ook wel. Uh... Ja, maar daarnaast zat iemand die altijd geintjes had te maken, dus ik zat eigenlijk soort van voor straf voor vooraan. Had ik mm -hmm. het idee, ik snap het nu achteraf wel, want ik was echt slecht in Nederlands. Want ik ja. leerde er nooit voor, ik had er nooit zin in, want ik, ja, ik kon het gewoon niet zo goed, dus dan ja, heel eerlijk gezegd, ik ben niet iemand als ik het niet goed kan. Dat ik gemotiveerd voel om het dan ook heel goed te gaan kunnen. Maar kan je het dus lekker een beetje uitleggen wat er gebeurt als je bijvoorbeeld teksten leest of woorden ziet. Ja, dus wat bij mij zo is, is dat en dat weet jij ook. Als ik denk dat ik iets zie staan, mm -hmm. wat er niet staat, als ik het herken als plaatje, dan, dan, dan gaat mijn brein naar, automatisch naar iets wat ik herken. En dat zeg ik dan dat het er staat. Ja, je leest eigenlijk meer plaatjes. Ja, dus ik kijk naar woorden als plaatjes. Mm -hmm. Ja, precies. Dus ik zie de letters wel, maar ik zie het meer als een plaatje die ik herken. Dus uh, ja, ik weet even niet zo'n goed voorbeeld, maar ik, ik, ik denk dat ik met jou ook vaak genoeg iets heb gezegd dat ik zeg, hé, hey, er staat toch dat en dat, en dat jij zegt van, dat staat er helemaal niet. Nee, precies. Maar voor mijn ogen en mijn, voor mijn hersenen staat echt dat er. Mm -hmm. Echt het, het woord wat ik dan denk te herkennen. Terwijl het dan misschien een woord is wat heel erg dichtbij ligt. Ja. Wat misschien in een andere taal ge, ge, mm -hmm. uh, is geschreven. Maar het lijkt een beetje op uh, het woord wat ik dan ja, denk. Mensen vullen ook wel ga, vaak woorden in hoor. Want uh, dat is ook wel iets wat, wat vaker gebeurt. Ja. Maar volgens mij is het met dyslexie ook zo. Mm -hmm. Verbeter, maar als het niet zo is. Ik dat heb je, weinig verstand van dyslexie hoor. Dat is je maar... leesregels, bijvoorbeeld de Deze, de t's ja. en een N of geen ja, N. Dat je dat die leesregel, als je dat zou. Goed zou je dat doen? Dat je die elke keer weer opnieuw in je hoofd moet herhalen. Ja, klopt. Hoe iets... En dat het, ge, dat het nooit automatisme wordt. Nee, nee, dat is wel echt waar. Dat wist ik niet eens. Dat, je, dat is goed dat je het zegt. Maar dat het dat dat dus wel, extreem zo. vermoeiend maakt om opdrachten te doen... en teksten te lezen en nou, te nou, verbeteren. Ja, dat is inderdaad... Uh, ja, dat, nou ja, dus, uh, dat wist ik zelf niet eens dat dat zo was. Uh, ja, dat, het wordt dat, geen automatisme dus. Nee, het voelt ook niet als een automatisme. Maar ik denk altijd bij D's en T's... denk ik van ja, het staat hier wel mooi denk ja, ja woord met dt. Ik denk dat het wel mooi is. Dus ik zet hier woord met dt, maar waarom? Ik weet het niet. Kijk, en wat ik dus altijd dus doe met d's en t's, is het, uh, dat heb ik ooit geleerd, is het uh, meervoud ervan uitspreken. Dus worden. Uh, dan hoor je woorden hoor je met een d. Duidelijk en je, het is niet worden. Dus dan doe je een d in plaats van. Oh, wacht, dat is geen goed voorbeeld, denk nee. ik. Maar, uh, noem eens een woord met een, wat een D en een T zou kunnen zijn. Nou, schat, geloof me. Um, ik snapte er dus geen ene piep van en ik was 16 en ik had het al 100 keer gekregen: de T's en de T's. Nou, en uh, EN dat, of. Je uh, iets met bezittelijk of wat was dat nou, die regel? Voor de mensen die dit wel weten, doe het even weer als geheugensteuntje. Maar eventjes, dat mij niet uit. Dat probeer ik niet uit te leggen. Ik wil geen geheugensteun, want die geheugensteun, die krijg ik er gewoon niet in. Jij niet, maar jij nee. bent niet directief. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Niet? Nee, ik zweet wel heel veel. Uh, ik was dus 16 en ik zat dus ook op een special school. Het ging toch gewoon voor mij, deze podcast. Ja, ik wilde dat even aanvullen. In de podcast over autisme hebben we het erover gehad dat ik een keer en nu word ik. Ja, en nu ga maar jij maar ik wilde jezelf. het dus eventjes aanvullen, want ik heb het idee. Ik was jou niet te kak aan het zetten, net. Nee, het is letterlijk iets waar ik dus zelf dat ook niet in mijn hoofd krijg. En ik was dus 16 en het werd me weer uitvoerig uitgelegd voor de honderdste keer. Ja. En ik moest bij elk woord wat ik. Uh, zag, moest ik weer dat hele riedeltje afgaan van voor naar. Nou, ik was gewoon een half uur bezig met drie woorden. Het lukte gewoon niet. Maar nu schrijf jij wel. En hoe ik dus schrijf, ik vervorm alle zinnen zodat ik nooit met een D of een T te maken hoef te hebben. Oh. Ja, het is echt verschrikkelijk. Hoe ik soms rare zinnen maak. Gewoon puur omdat ik dan niet hoef te kiezen tussen een D of een En dan weet ik, ik en een aantal woorden, weet ik dan wel een beetje. Yeah. Uh, en uh, sommige regels blijven wel hangen. Maar die regel blijft niet hangen. Ik denk dat veel mensen wel dingen hebben die niet blijven hangen. Ja, zou ook maar bij dyslexie gaat het natuurlijk verder dan een leesregel die niet blijft hangen. Het is gewoon letterlijk woorden die duizelen, toch ook over het papier, een soort van. Ik weet niet of meer mensen met dyslexie dit herkennen, maar um, ik heb wel het idee dat je ook een beetje faalangst erdoor krijgt. Dus dat je, mm. dus dat je als ik iets moet voorlezen en ik word, word ook echt geacht dat ik het voorlees, dan kan ik niet voorlezen. Nee. Als ik het heel relaxed doe en zo, dan lukt het me wel. Moest je dat ook vaak wel doen, zeker voor de klas? Ja, dat werd dus door die docent ook heel vaak gedaan: dat ik dingen moest gaan voorlezen. Dat was wel ook wel een soort van. Uh... Ja, dat was echt naar. Ja, ik denk dat die gozer dacht dat ik dat hij me mee hielp. Dat denk ik echt. Want ik hmm. zal juist niet een sadist zijn geweest, of misschien een klein beetje. Ik haalde ook altijd voor die SO's die onverwachte SO's kregen, ook vaak. Ene, ik, haalde, ik, ik snap ook echt niet hoe ik Nederlands ooit heb gehaald. Toen ik op een gegeven moment trouwens in de vierde een andere docent kreeg, want ik heb drie jaar dezelfde gehad. Yeah. Toen kon ik ineens wel Nederlands. Wat dus beter. Misschien een andere begrijpend aanpak, lezen minder ik wel druk. Goed. Nee, ik ben wel met lezen, ben ik wel goed in. Maar vind jij eigenlijk het niet gek? Uh, jij had dus een diagnose papier, wisten ze daarvan? Ja, ik kreeg wel langer de tijd. Oké, ik kreeg langer de tijd, maar ik dus ik is het hoor. niet raar om iets wat verkeerd gaat eigenlijk in jouw brein? Dus aanhouding mm -hmm. verkeerd, want soms denk ik gewoon dat een creatief brein ook vaker dit soort dingetjes heeft. Mm -hmm. um, Veel uh, schrijvers zijn dyslectisch. Ja, vreemd eigenlijk. Ja. Maar vind je het niet gek dat je dan nog steeds geacht wordt om voldoendes te halen? Mij heeft het nooit geholpen. Ik dacht altijd van ja, ik heb daar geen zin in. Ik Want kreeg geen motivatie Mensen hebben een soort van, van idee dat je dat dus te dat, dat dus trainen valt. Ik denk ja. op zekere hoogte kun je ergens iets beter in worden. Ja, maar, maar het is letterlijk dingen... iets wat fout gaat in het brein. Ja, ik, weet, ik wilde het wel hoor. Bijvoorbeeld Frans wilde. Ik wilde Frans wel leren, maar het lukte me gewoon ook niet. Nee, dat zou met, met andere gewoon, talen dan misschien ook wel lastig het is zijn. Te veel, nou, het is gewoon te veel, denk ik. En Je bent wel wat beter in Engels. Ja, toch? maar schrijven niet hoor. Maar praten en zo en verstaan heel goed. Ik mm -hmm. kan alles verstaan in principe. Maar ik denk niet dat destijds de aanpak die die docent had niet goed was voor mij. Nee, dat lijkt me dan ook niet. nee Maar ik merk ook wel aan mezelf als ik, uh, als ik als ik gespannen raak dat ik iets moet opschrijven, dan kan ik ook bijna niet meer schrijven. Dan lukt het me gewoon niet. Dan zie ik het ook gewoon niet meer. Dus als ik dan, als iemand bijvoorbeeld op mijn ander gaat zitten kijken dat ik iets schrijf of typ of weet ik veel wat, dan lukt het me gewoon niet eens. Nee. Dat ik daar wel heel onzeker in ben geworden. Ja. Nou, Daarna ben ik altijd wel onzeker in geweest in taal. En daardoor is het ook misschien wel lastig met uh, de. Um, als ik op Instagram of zoiets plaats, ja. krijg ik ook wel eens. Ja. Uh, uh, yeah. Reacties van uh, ja, je moet het zo spellen... of uh, titels dat ik een T vergeten ben of weet ik veel wat ja, ik ga het door de grond. Ik vind dat altijd echt heel lastig. Ja, dat is toch uh, dan geconfronteerd worden met iets waarvan je weet dat dat ja, maar daar zeggen mensen ja, maar dan had je wel kunnen controleren of laat iemand controleren. Ik denk, uh, dat snap ik, maar daar werk daar is mijn werk gewoon te kortstondig voor in de zin van het gaat allemaal. Ik, het is niet een hele planning wie ik aan het afwerken ben. Nee. Bij mij is bij. Bijna meestal, ik heb de foto gemaakt en ik plaats hem. Maar het is ook dus, niet alsof het op een poster gedrukt wordt... en over het hele land wordt gehangen. Nee, dat vind ik dus ook een verschil. Want bijvoorbeeld met, de, met ons kleurboek laatst... dat hebben we helemaal laten controleren. Sofie nog extra. Dat, dat laten we dan wel checken, inderdaad. Ja. En maar... uh, het spel hebben we door Rick laten checken. Door Sofie hmm. laten checken. Hebben we het nog door Michael laten checken. We hebben yeah. door heel veel mensen laten checken. Dus ik vind daar wel een scheidslijn in zitten. En ik, ik moet zeggen... ik. Nou, ik wil niet zeggen dat het me irriteert, maar het, het, het steekt altijd wel in mijn hart... als ik uh, weer een fout heb gemaakt die ik altijd probeer te voorkomen, maar het nog niet lukt. Ik denk dat, we, dat het uh, voor sommige mensen ook heel lastig is om... als ze bijvoorbeeld veel spelfouten zien staan in teksten... dan gaan ze er automatisch vanuit dat iemand uh, niet zo slim is. Toch vaak? Ja, dat zou kunnen hoor. Terwijl dat eigenlijk een, een, dus een, uh, iets is wat, uh, vind ik... Uh, daar echt wel wat minder overdreven uh, over gedaan over worden... over spelfouten. Ja, weet je wat het is uh, met taal? Uh, er zijn heel veel mensen die dat heel belangrijk vinden. Mensen met dyslexie vinden het minder belangrijk. Maar waarom waar, is het zo belangrijk het moeilijker? Dan? Is. Ja, ik weet het ook niet waarom het belangrijk is, maar heel veel van die taalnazi's, want zo noemen ze zichzelf. Uh, waarom noemen ze het eigenlijk taalnazi's? Vind ik ook een rare. Uh, ja, omdat het, ze gewoon heel streng en op. gaan opgaan of zo. Uh, ja, nou, dat soort, de mensen die daar heel hard op gaan. Ja, ik begrijp het zelf nooit zo goed, omdat ik denk van ja. Ik vind het niet zo belangrijk, want ik zie wel wat er staat. Ja, maar, maar het is wel het een, 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 dus een marketingtruc natuurlijk ook wel, die fouten die mensen maken. Dat klopt, maar... ze weten gewoon dat, er, dat, dat andere... Ja, er zijn heel veel mensen die daarop reageren. niet mee om kunnen gaan als er een foutje gemaakt nee, wordt. Maar <laughs> van mij als dyslect naar iemand die dus uh, taal heel belangrijk vindt, als je met een dyslect te maken hebt... De meeste willen echt geen fouten maken, maar ze maken ze nou eenmaal. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet eens een hele zware dyslect. Want ik heb wel eens uh, hmm. mensen die naar mij mailen of zo... Die dan zinnen maken en, en en spellingen doen. Dat ik denk van oké, okay, zo, zo dyslectisch ben ik dan ook weer niet. Maar je weet vaak wel gewoon wat er staat. Dat vind ik ook het lastige aan dat mensen dan vervolgens nou, doen alsof echt, ze uh, het hele bericht uh, niet meer uh, kunnen lezen. Ja, zonder punten en komma's is het soms al eens lastig. Ja, ja. En ik, bij mij was punten en kommas bijvoorbeeld dat gokte ik ook altijd. Oh ja, hier staat een punt wel mooi. Of hier staat een komma wel goed. Okay. Ja, ik wist ik veel. Ik, ja, ik, begrijp nu wel een beetje wat het, wat waar ik het zou moeten doen, omdat ik als ik een zin af heb gemaakt, dan is het een punt. Hmm. Maar het is wel heel. Ja, maar dat is toch. Natte vingerwerk. Als je, als je het zo bekijkt, is het toch eigenlijk ook wel heel lastig uit te leggen aan iemand die dat van nature of niet van nature, die iets geleerd krijgt en die het opslaat en dat het automatisme wordt. Mm -hmm. Is het volgens mij ook wel heel lastig te begrijpen dat het bij een ander, dus anders gaat. Ja, maar is dat niet met alles zo. Dat is met heel veel dingen zo. Ja, met alles. Maar het merk het op taal gaan mensen soms zo hard door anderen dom te noemen. Oh ja, okay. of, uh, of onprofessioneel. Ja, dat heb ik heel vaak gehoord, inderdaad. Dat ik mailtjes ook van mensen kreeg. Als dat is het onprofessioneel ja. overkomen. Ik denk van maar serieus, mijn video's. Uh, als er één spelfout in zit, dan kan je het niet onprofessioneel. Dan noemen. is het toch niet gelijk dan, de hele video onprofessioneel. Ja, maar toch heb ik echt wel. Ik heb echt DM's en, en, en mails ervan gekregen. Dat, dat ze het jammer vinden. Want het vindt onprofessioneel. Dat ik denk: ja, maar. Leuk. Uh, ik kan geen uh, 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 Nederlandse uh, expert betalen. omdat uh, Kijk, ik moet wel zeggen, nu heb je JGPT, dus mm -hmm. heel veel dingen kan ik wel controleren. Ja. Maar ik kon dat niet betalen. Nu is het wel fijn dat ik een, een AI dat kan laten aanpassen. Ja, dat is toch heerlijk. Ik hoop dat chat op een gegeven moment zo geweldig goed wordt dat hij alles eruit haalt. En daarbij moet ik wel zeggen, uh, voor de mensen die zeggen van, ja, maar dat is slecht, want dan ga je het niet meer leren. Ik leer juist van JTPT veel meer dan dat ik uh, ooit heb geleerd van een Nederlands docent. Omdat ik ja, nu pas zie... Je ziet letterlijk je eigen teksten. Natuurlijk. Ik zie mijn eigen teksten veranderen en denk van, oh, en tegenwoordig typ ik al veel makkelijker ander soort teksten, omdat ik denk, oh, zo kan het natuurlijk ook. Mijn brein qua woordenschat is gewoon niet heel Groot. Nee, maar je drempel gaat ook uh, lager liggen. Want als jij uh, bijvoorbeeld een tekstje zou moeten maken voor je beschrijving... Uh, dan kan je volgens mij makkelijk wel een half uurtje over doen... als je het goed wil doen. Zonder chat, voordat mm, dat er was. Dat deed ik nooit voordat er was. Zo min mogelijk. Heel ja, precies. Speek. Maar uh, met een mailtje opstellen kan ik soms ook al een half uur mee bezig zijn. Dan zijn het vier zinnen. Maar ik dan heel erg uh, hard gaan nadenken... en hoe je het moet uh, goed moet neerzetten. Terwijl nu ga je veel laag drempelen. Herschrijf je wat je bedoelt... Mm. En op een gegeven moment leer je inderdaad die structuren van... oh, ik zou het zo neerzetten, ja. zetten, ik kan het zo neerzetten. Uh -huh. Dus het, uh, het heeft veel voordelen. Maar uh, wat me vooral uh, vaak een beetje frustratie oplevert... is dat mensen daar dus zo hard op gaan... terwijl het gewoon letterlijk een, een erkend iets is... Waar, waar mensen, waarvan gewoon uh, aan te tonen is dat mensen het hebben. Ja, maar toch als je het zelf niet hebt, kan je, het niet, kan je het niet indenken. Dat snap ik, maar hebben we dat met andere aandoeningen ook? Dat we dan gaan zeggen van ja, dan moet ja. je maar gewoon leren. Wordt toch bij jou ook wel gezegd, het autisme? Ja, oké, okay, maar dat zijn al, bijna allemaal psychische dingen, natuurlijk, waarvan is mensen ook, ja, denken is, van. Iets psychisch, toch, uiteindelijk. Dat weet ik, alles is psychisch dan. Ja. Maar het zijn allemaal uh, steven jij, uh, iets, uh, dat jij iets lichamelijks hebt uh, ofzo. So. Dyslexie ook op het spectrum zitten? Maar Steef, dat steven, je zo. wat lichamelijks hebt. Er zijn weinig mensen die zeggen van. Uh, Jezus, nu weten nu we het wel, gaan maar lopen. Nu weten we het wel, groeien, nou, uh, die extra been eraan en gaan ja, maar lopen. Is dat niet een discussie die we gewoon al uh, ons hele leven... Ik denk dat we aan ons dood kunnen voeren. Want ik denk dat, uh, ja, dat is de meeste ook zo, mensen ja. gewoon niet als ze iets niet zelf mee hebben gemaakt of niet. Niet zelf hebben, kunnen ze het gewoon niet indenken. Ja, maar het is ook zo frustrerend. Voor de mensen die dus iemand zien die dus iets verkeerd spellen en die dus dyslectisch is, voor diegene is het echt heel kut om te horen. Want ze proberen echt altijd hun best te doen. Ik probeer ook altijd mijn best te doen. Ja, het is wel lastig. Want mag je iemand dan niet verbeteren? Ja, het nou... is op zich ook wel vriendelijk bedoeld, maar wees dan wat positiever in je. Ja. Ik denk dat het privé mag, denk ik wel. En het ligt gaan ook op wat het is. Ik heb een keer een plaatje gemaakt voor even prikkelen. Toen had ik verrassen zon met één R geschreven. En dat is verassen. Dus alsof je iemand Ja, verast. Ja. Ja. Uh, dus toen zei iemand van, ja normaal gesproken zeg ik het niet, maar nu betekent het wel echt heel iets anders. Ja, dat is wel inderdaad misschien een goede. Maar als je gewoon de zin kan lezen en er staat een teetje te weinig of een N te weinig, maar je begrijpt gewoon de gehele zin. Ja, dan denk ik, dan kun je het wel sturen privé. Maar dan is het niet zo uh, verschrikkelijk dat. Ja, ik heb heel veel jaren ook echt gewoon taal niet leuk gevonden daardoor. Omdat je ja, er komt een hele druk op te liggen natuurlijk. Ja. Toen ben ik uiteindelijk een boek gaan schrijven en toen dacht ik, nee, goed, zo moet ik het ook allemaal weer niet. <laughs> nee hoor, dat is niet waar, maar. <laughs> Ja, gelukkig zit daar trouwens geen. Uh, ja, dat is ook door vier, vijf mensen gecontroleerd. Dus ik heb nog nooit iemand uh, gehoord die een spelfout erin is. Uh, tegengekomen. Nee, maar dat heb je toch laten controleren ook. Dus, nou uh, ja, dat heeft de uitgeverij gewoon gedaan. Ik denk dat, dat dyslexie wel voor heel veel mensen echt een schaamte is. Ik, wel, ik kan me herinneren dat ja. we het een keer hadden over met um, Roosmarijn, toch? Die was mm -hmm. ook dyslexisch. Dat ze daar ook voor schaamde. Dat ze het ook wel wist dat dat. Uh, weet je? Ja, ja. ja, ja. dat heeft ze ook wel over Ja, over, mij wel, kruis, ja. Toch? Ja, 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 precies. Dat zijn zich ook verschamen Dus uh, het is gewoon. Ik ken eigenlijk voor de rest weinig mensen die. Zektische. Ja, maar het is heel vaak met hele creatieve mensen, die, die hebben gewoon een brein wat anders werkt. En dan zitten dit soort dingen daar ook in. Hey, ik vind het niet per se foutjes. Want um, ja, het is frustrerend voor diegene zelf, natuurlijk dat hij constant op school gepusht wordt om iets te doen wat uh, eigenlijk bijna onmogelijk is. Mm. Uh, tuurlijk kun je wel een beetje bijleren, maar. Het, het werkt gewoon helemaal anders, uh, maar uiteindelijk denk ik niet dat er per se iets mis is wat, met iemand, want het maakt iemand wel ook verschrikkelijk creatief, bijvoorbeeld. Ja, want ik denk dat ik juist daardoor ook wel weer hele grap geworden kan bedenken, omdat ik denk dat er iets anders staat. Ja, dat. Ja. En, en je kan, jij ja, bent zo'n verschrikkelijke. Uh, ben beelddenker. Ja, toch. beelddenkers. Ja. Nou, maar wij kunnen in een deuk liggen om iets, omdat we het helemaal kunnen voorstellen. Ja. En veel mensen die. Uh, die um, die ja, kunnen ja, geen je in hun ook, hoofd omhoog misschien halen. Misschien moet je mensen ook in hun eigen kracht laten. En ja, het ene kan het, niet, kan het niet zo goed spellen. Ja, dan, en natuurlijk in sommige gevallen met een boek of met uh, een spel... en dat soort dingen is het heel belangrijk dat het wel goed gespeeld is. Dat vind ik ook echt belangrijk. Mm -hmm. Maar op internet. Nou, ik vind het ook zoiets. Kijk, tuurlijk is het jouw werk. Dat is, dat is wel natuurlijk uh, de reden waarom ja, ja. veel mensen zich genoodzaakt voelen... om het uit te... Uh, ja, ik snap het. Maar Steef, word je gewoon een leuk voeltje van uh, week voor je gezin plaatst... En uh, je zet een tekstje eronder en mensen zeggen van ja, woord is met dt. En dit is met een extra n. En dit heb ja, maar je Maar verkeerd... nog steeds vind ik, ook al is het mijn werk, uh, vluchtige content vind ik dat hoef je echt minder. Je hoeft niet overal uh, het beste van het beste te presteren, toch? Nee, maar nee, ik wil, probeer het gewoon even te vertellen. Dat hmm. mensen hebben het idee dat ze er wat van moeten zeggen. Omdat je werkt, als dus je verdient er geld mee. Dus dan vinden zij dat het professioneel moet gaan. Ja, dat ja, is ja, het ja. gewoon. Ja, iemand had een keer gemeld van ja, ik vind het zo zonde. Die had het dan wel op een vriendelijke manier gezegd. Hmm. Ik vind het zonde, dus ik zou, dat, die wilde het dan zelf controleren. Maar ik, zei, ik heb toen ook teruggemaild: mijn dingen zijn zo kortstondig... Uh, ik moet het gelijk binnen een paar uur online knallen. Ik heb toch niet de tijd om het te, nee, te laten maar, controleren. Nee, maar ik vind het ook lullig als je dan extra geld moet gaan kosten. Nou ja, dat, dat ja, Wat ja. is toch zo als je iemand daar wil laten kijken, ja, of je hebt een ja, vriendin die te verschrikkelijk goed in ja, is die er even gewoon, overheen kost tijd. Uh, leest. Maar het is gewoon tijd. Dan zou ik meer moeten verdienen met mijn video's. Dat doe ik. Ja. En ja, je had eigenlijk een, een scheist aan de moeten slaan, toch? Nou ja, goed. Ik heb liever iemand die een grafisch ontwerper is. <laughs> ja, ik, vind, uh, ik denk dat uh, net zoals we anderen niet aanwijzen, uh, andere tekortkomen niet aanwijzen. Je gaat ook niet op iemand die uh, denkt creatief te zijn, maar de walgelijke dingen maakt, ga je ook niet sturen. Wat een walgelijk ding. Vind je niet hetzelfde? Vind maar... ik wel. Okay. Dat, jij bent heel creatief en je bent, uh, daardoor is dat taalgedeelte opgeofferd in je brein. Daar ja. moet je elke dag mee op aangewezen worden. Nou, oh. gelukkig de laatste tijd niet zo vaak <laughs> meer, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, Ja, ja ik vind dat we elkaar wat minder moeten. Ja, in mijn hoofd is dat taal gebeuren dan ook helemaal niet zo belangrijk. Maar als je dat zegt voor sommigen, dan is dat uh, ja, niet eens over te discussiëren. Die vinden gewoon taal, dat is gewoon onze basis. Ja, dat vind ik dus Dan moeten we leuk. gewoon. Naar, we, we moeten niet de taal verliezen. Mensen gaan steeds slechter praten. Zo belangrijk is het. Ik denk, nee, we begrijpen elkaar nog steeds. Nou, ah, die mensen, daar heb ik één woord voor. So get alive, nou, meerdere woorden. Get a <laughs> Ik heb nog een leuk snackje van de week. Letter vermicelli. <laughs> <laughs> heb je dat wel eens gegeten of niet? Nee. No. <laughs> maar je hebt nu tegenwoordig ook letterkruidnoten. Ja. Misschien leuk voor mensen met dyslexie, toch? Je ja, ze je hebt ook van die... Van die chocomel pakken met letters erop. Ook nog letters op de chocomel pakken. Je hebt natuurlijk weer de chocoladeletter. De chocola Vergeet de chocoladeletters niet. Je snapt hem. Hey, een hele leuke snack voor iemand met uh, dyslexie. Ja, precies. Geef hem een chocoladeletter. Geef hem een D en een T en laten we hem dan woorden afmaken. Ja, we hebben nog steeds een idee voor een uh, shirt, toch? <laughs> met DT ook. Zo ja, die gezond. hadden we al gemaakt inderdaad. Ja, maar ik vind het ontwerp nog steeds niet zo. Nee, het is niet helemaal... We hebben ook nog het... een ander ontwerp voor dyslexie dan verkeerd gespeld. Mm, dat vind ik ook nog steeds leuk. Maar ik yeah. weet ook niet of ik dat ontwerp nog steeds leuk vind. Ik wil nog steeds wel iets met uh, dyslexie op, op een shirt. We moeten nog steeds een ja. goede manier daarvoor weten vinden. Ik vind zinnen. het ook gewoon... Uh, ik, dat, ik irriteer me daar mateloos aan. Dan vind ik mezelf uh, nou ja, mager vijf en een halfje met taal. Nou, nah, dat valt wel mee hoor. Ik, ik vind, vind mezelf er prima. echt niet goed in. Ja, bent echt wel maar... Prima. Um, ik vind het gewoon sneu om te zien dat mensen constant verbeterd worden op iets... waar ze eigenlijk weinig tot niks aan kunnen doen. Nee. Mocht je hierover mee willen praten, mocht je frustratie hebben, vragen hebben... mocht je willen weten of ik tips heb of zo... misschien kunnen we dat een keer in een andere podcast behandelen. Maar dit is een beetje het verhaal van mij met mijn dyslexie. -like tot volgende week.